Assalamu alaikum lieve kinderen en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van het programma Ya Rab. In de vorige aflevering hebben we geleerd wat je moet zeggen als je de moskee verlaat. Als je hebt gebeden, je hebt je adhkar gedaan, je hebt jouw sunnah gebeden en je loopt weg, dan zeg je Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka. In Fadlik, eh? Oftewel in het Nederlands zeg je oh Allah, ik vraag u om uh, mij van uw goede dingen te geven. Eh? Uh, alle dingen die jij wilt bezitten, die goed zijn, die vraag je aan Allah subhanahu wa om aan jou uh, te geven. Vandaag gaan we een nieuwe dua leren, namelijk wat je moet zeggen als je niest. En wat degene terug moet zeggen tegen degene die niest en uh, de dua uitspreekt, wanneer je niest. Dan zeg je, alhamdulillah. En degene die jou hoort, zegt tegen jou, yarhamukallah. En dan zeg jij terug, yahdi kumullah wa yuslihu balakum. Dus nog één keer, jij niest bijvoorbeeld, dan zeg je, alhamdulillah. En als er iemand in jouw buurt is die dat hoort, dan zegt hij tegen jou, yarhamukallah. En dan zeg jij terug, yahdi kumullah wa yuslihu balakum. In het Nederlands, wat zeg je eigenlijk? Wanneer je niest, zeg je, alle dank eh, is weer aan Allah. Alhamdulillah, alle lof is aan Allah, subhanahu wa ta'ala. En degene die dit hoort, die zegt, Allah. Eh, Mogen Allah jou begenadigen. Mogen Allah jou van zijn genade geven. En dan zeg je, Allah wa yuslihu eh, Mogen Allah, subhanahu wa ta'ala, jullie leiding geven eh, naar het paradijs. En jullie leven doen verbeteren. Dus wat zeg je? Ik herhaal het nog één keer. Je niest, Atschu, Alhamdulillah. Degene die hoort, zegt, Yarhamuk Allah. En dan zeg jij terug, Yahdikum Allah wa Yuslihu balakum. Oefen hiermee thuis met je broertjes, met je zusjes, met papa en mama. En dan heb je hem inshallah, straks ook onder de knie. En dan zie ik jullie de volgende aflevering, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.